kijk de kermis daar zo. Buiten ziek. Veel beter dan wat ik steeds zeg, gewoon eerlijk hoor. Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pat. Ik heb best wel lekker geslapen. Het is nu 9:30 volgens mij. Zo. Oh, ga ik even kijken. Bijna 9:30. Ook goed. Dus we hebben lekker geslapen. Alleen. En mijn hand doet nog echt zeer. Want ik had gisteren heel hard op mijn stoel geslagen. En mijn camera is bijna leeg. Ook nog. Maar nu doet mijn hand een beetje zeer. Ja, en ik heb koortslip. En ik ga niet pilken. Nee, niet goed. Maar. Ja. Ik heb even net ook koffie gezet. En ik ga even ook eten nogmaals. En de lucht is mooi weer blauw. Die moet echt zo nog snoeid worden. Want dat kan niet. We kijken nog meer. Deze die ik ook gelijk. Deze en die. Dus ja, het moet allemaal weer gebeuren, hè. Nou, ik heb even mijn camera een beetje opgeladen. Niet helemaal vol, maar ja, maakt niet uit. Maar ik ga nu al richting Albert Heijn, want ik heb gesprekken met mijn begeleiding. Want ja, over mijn huis. Ik ga gelijk melden bij haar. Natuurlijk over die huis. Dat moet ik even niet vergeten. Dus gaan we even gesprek houden weer. En ja. En ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Dus ja. Ik ga natuurlijk. Ja. Ik ben benieuwd wat ik ook gevraagd. Natuurlijk gaat het over mijn huis. Maar ook over mijn privéleven. We hebben ook wel eens over. Dus. Heel ik naar Albert Heijn, maar. Nou, als het goed is, komt mijn vader zo aan, want ik ben iets vergeten, mijn sleutels. En ik heb trouwens ook nog even. Voor koortslip heb ik zo'n spul opgedaan. Van mijn koortslip. Maar ja, dan moet ik even wachten op mijn vader. En ik heb waarschijnlijk een huis gevonden. Maar waar is het niet belangrijk, maar zien jullie wel binnenkort waar ik huis heb. Dus. En ik hoop dat ik die huis krijg, die prijs vind ik wel goed. Mooie prijs is het. En nu wacht op mijn vader en dan ga ik richt. Ja, dan laat ik werken. Ik heb nu lekker een frikandelbroodje gehaald en AA'tje. Het is maar alleen wacht op mijn vader. Want als het goed is, komt hij zo aan om mijn sleutels te brengen. Ik ben weer onhandig om mijn sleutels weer te vergeten. Slim van mij. Maar dan ga ik lekker een frikandelbroodje. Nou, ik ben nu in Alphen en er hoorde dat de kermis is, dus blijkbaar. Want er zijn al twee mensen uit Waddinxveen ook hier. Dus ga ik even kijken hoe de kermis is. In Alphen natuurlijk. Ik zeg kermis in Waddinxveen is heel klein. Maar kermis in Alphen ben ik nooit en nooit geweest. Alleen Gouda en that's it. Maar niet in. Ja. Yo, hoe is het dan? Goedemorgen. Ga je ook naar, ja, tuurlijk. Naar Brian en zo? Nee, ik ga ook met Brian. Wat zeg je nou? Ik ga niet met Brian. Nee? Nee, nou, niks tegen Brian, maar ik ga met, hoe heet je? Ik ga met Timo en zo. Oh, nou, want Brian is er ook, hè? Oh, maakt niet uit. Die is uit. Met de broer van Ferry. Wie is de broer van Ferry dan? Ik weet niet hoe zijn naam is. Oh. Maar, toevallig ben je aan het vloggen, man. Yo, leuk. Kos. Jullie een shout-out doen, of niet? Yo, shout-out naar mezelf. Ja, shout-out naar iedereen. Shout-out naar iedereen. Ja, naar toch. Iedereen gewoon. Ja, toch. Dan gaan we erheen. Abonneren, like. Ja, blauw duimpje omhoog. Altijd. Zou tof zijn, toch? Ja, toch. We gaan voor de 2000 likes. Ja, zijn jullie eerder naar Campus geweest? No, man. No, man. Wat ik vind is altijd saai, vind ik. Ja, dat wel. Deze wel gaan. Ja? Ik weet niet. En van Gouda ben ik ook wel eens geweest. Alleen de enige. Dit is de eerste keer dat ik in Alphen ga. Ja. Dus ik ben benieuwd eigenlijk. Ja, leuk. Dus gaan we nog erheen lopen natuurlijk. Dat is wel.
Yo. Laten we met deze boys aan chillen. En zo naar Sander, man. En zo naar Sanderpad. Dikke shout-out naar Sanderpad, boys. Ja, toch. Kijk de camps daar zo. Politiek. Veel beter dan wat ik steeds zeg, gewoon eerlijk. Veel beter. Ja, je was er ook van luilak. Ja, dat is klopt. Ja, ken je wel. Hij wordt overal waar is die vlog, Sander? Waar is die vlog nou dan? Ja, die is al lang. Welke is er dan? Ik zou niet weten, man. Ja, kijk de camps. Veel beter dan wat ik al zei in Wallingsveen nog. Niet. Later, hè? Later, man. Oh, en met deze boys natuurlijk. Dit is allemaal politie, dit is allemaal gek. Volg mij op Instagram, man. Sam van Nooit heeft 2. Kom beneden in de beschrijving. We gaan nu eigenlijk overdenken. We lopen hier op de snelweg. Snelweg? Ja, ja. Rennen! Wee, joe, joe, gekte! Dat ging goed gelukkig. We hebben net gewoon over de snelweg gelopen. Kijk, film dat is. Daar zijn we net overheen gegaan. Eerlijk, is niet normaal, is niet normaal. Nee joh. Wat nou snel? Het gaat fout. Het gaat fout, man. Hier, waar is dat bankje? Hier is het bankje, man. Nou, ik ben wel terug in de trein al, richting Mannix 2. Deze mensen zijn onbekendbaar. Can you buy this for money? Brian. Brian, en de andere twee ken ik niet. Brian zie je in de spiegel. Brian, zeg maar, stoppen. Brian. Hey. Brian. Brian, zeg eens hallo. Hey, waar is met die kamer? Kom op, Brian. Hoe is het? Met jou? Maar dat was een gezellig avondje, toch? Of niet? Even een blauw duimpje omhoog. Ja toch. Abonneer op Sander Pad. Abonneer. Dat doen we niet, hè? Nee. Heb je dat voor de pot opgerukt? Dan moet hij daar weer zo'n tekentje overheen, want je mag geen middelvingers opsteken. Oké. Wacht, dat is met z'n tekenen. Weet je toch? Nee. Ja, even naar Alphen geweest. Oh, wat rustig aan, hè? Die herpes dan. Ik heb dat ook wel eens, dus fuck dat. Oké. Okay. Dus dat bedoelde niet met de meest famous YouTube. Hij is vlogger. Ja, dat weet ik. Maar fuck dat een keer. Wat? Ouwe, luister. Nee, lachen. Nee, zeg maar. Wil je ook in die vlog fame van hem? Zolang je erin gelooft dat je het gaat maken. Ja. Ga je maken, pik. Dat sowieso. Santa Patje moet vlot zijn. Jij hebben jullie nieuws gezien? Hey, hey, gozer, serieus. Wat vinden jullie trouwens van die hoedvlot? 400 abonnees. Ja, yeah, man. Wat vind jij van de hoedvlot? Dan gaan jullie eruit. Ja, ik moet er ook uit. Ik ga er wat ik vind niet. What up? Helaas van de pad. Later, man. Het is de andere kant. Goed daaruit. Niet daar, maar daar. Rustig. Later, man. Nou, ik ben nog een tijdje wakker. Het is nu bijna over een kwartiertje ongeveer, is 1:30 alweer. En de camera was echt wel leuk. Leuk met, ja, het was wel gezellig, vond ik dus. Ja, en wat ik morgen ga doen is even video bewerken.
En ja, dan zie je allemaal wel wat er allemaal gaat doen natuurlijk. Ja. Maar vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dan sowieso een blauw duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet hier beneden te abonneren. Veel kijkers in een nieuwe vlog om 6 uur. Ik zeg, laters.